De avondwandelvierdaagse trok deze week ook weer door de straten van Almelo. Vele honderden kinderen en ouders deden weer mee aan dit jaarlijkse evenement. De woensdagavond had een kleine vervelende wending. Qua jongens hadden de richtingbordjes weggehaald, waardoor een grote groep wandelaars een ruime omweg heeft gelopen. Waar de groepen normaal allemaal om 9 uur binnen zijn, waren er bij die nu pas na 10 uur op het eindpunt kwamen. Maar al met al was het een geslaagde editie van de Almeloze Avond Wandelvierdaagse.